Verder zonder Glenn Helder. Ibiza Voetvolley 2018 is nu halverwege. Met al heel veel spektakel van onze legends op dit eiland. George Boateng en John Heitinga komen straks ook weer in actie. Maar eerst even tijd voor ontspanning. Gezellig, jongens. Welkom. Welkom aan boord. Najee. George, welkom aan boord. Goed. Oké, ik denk we gaan een stukje Marrakesh pakken. Dat is geen haven. Dus ik doe Rabat, Ghana. Ghana, Rabat terug. En dan zijn we op tijd voor het voetvolley. Heren, we zijn op Ibiza. Wat vaak kom je hier? Elk jaar. Elk jaar? Ja. En jij, George? Eerste keer? Is je eerste keer hier? Ja, echt. Oh, dus jij kan hem alles vertellen over Ibiza? Gaan we even sleeptouw nemen straks. Hij gaat je alles... ook mee doen, meneer? Ik ga mee, zeker weten. Ik bedoel, die boten, die moet, de benzine moet op. Wat wou ik zeggen? Jij bent hier ook getrouwd? Ja, 2010. 2010? Kijk, 4 dagen na de WK-finale. Ik werd ontvangen als een held in Spanje. Oh, serieus? Ja. Oh, wat erg. Heel natuurlijk. Hé, hey, maar de voorbereiding, voetvolley, hoe gaat dat? Ja, ik heb een paar keer al getraind. Ja. Dus ik wilde zeker weten dat we goed voorbereid zijn. Ja. In Engeland zeggen ze namelijk, if you fail to prepare, prepare to fail. If you fail to prepare, you prepare to fail. Bij Ajax hebben we een voetvolleyveldje, heb ik gehoord. Oefen je daar vaak? Ja, heel veel. Alleen het probleem is, het is anders. Kijk, zand of kunstgrasveld, ja. Kan je niet met elkaar vergelijken. Het is appels en peren. Ja, is dat... Je moet hier met voetvolley moet je veel meer je knie, je borst en je hoofd gebruiken. Ja. Terwijl het heet voetvolley, maar je gebruikt bijna niet je voeten. Nee, eigenlijk niet, hè? Dus als je te veel je voeten gaat gebruiken, speel je eigenlijk slecht. Ja. Oké. Hebben jullie een tactiek? Ja, die hebben we. George toch, of niet? Ja, we zijn allebei rechtsbenig. Ja. Dus we dachten van, nou ja, als we allebei een beetje in het midden staan, kijken hoe we het veld het beste kunnen bezitten. En dan zo van daaruit elkaar opzetten en afmaken. Maar het is echt een spel, hè? Want deze gasten zijn zo slim. Die weten precies als je een stap naar voren doet, spelen ze hem achter je. Yes. Ben je te ver achter, dan leggen ze hem kort achter het netje. Dus je moet daar constant mee spelen. Dus ook een hoop denkwerk. Oh, ik ben een beetje golven, jongens. Maar doe je dit vaker? Want dit? Ik wil bijna zee zitten. Ja, ik heb mijn rijbewijs nog niet, dus ik ben het afvaren. Ja. Mijn god, hé. Hey. Eén ding, hè? Ja. Slingen van links naar rechts. Maar ja. Hoe moeten wij voetballen straks? Jullie krijgen zeebenen. Ja, en dan? Ja, dat helpt absoluut bij voetvolley. Dit is ideale voorbereiding. Dit is ideale voorbereiding. Ik doe het niet met iedereen. Doe ik met de mensen die ik gewoon heel graag mag. En dat zijn jullie. Super. Ja. Dus als we winnen, hebben we eigenlijk aan de voorbereiding. Nou ja, aan de voorbereiding is heel veel. Want iemand zei in het Engels is... If you fail to prepare, prepare to fail. Prepare to fail. Okay. Heer, ik ga jullie terugbrengen, want jullie moeten straks weer aan de slag. Komt goed. Ja. Oké, hou je allemaal vast, want ik ga een stukje harder varen.